Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik de gast Wouter van Noord. Hij is journalist bij NRC. Dag Wouter, goedemiddag. Hoi. De laatste keer dat wij elkaar spraken ging over Libra. Jij hebt een nieuwsbrief Future Affairs waarmee je 10.000 mensen bereikt ondertussen. Maar je hebt ook een nieuwe nieuwsbrief. Die heet Transcend en dat gaat over zingeving even in het kort. Het gaat over een verbinding zoeken met een bredere, met de mensheid, met de groep zelf. Daar gaan we het vandaag over hebben. We gaan het ook hebben over de journalistiek, over de rol van de media. En ook in de coronacrisis waar we nu middenin zitten natuurlijk nog in het staartje. Hopelijk althans. Eerst maar eens even de vraag. Hoe ben je nou uit die nieuwsbrief over Future Affairs, waarbij het geur ging over technologie en de rol daarvan, nu bij de nieuwe project terechtgekomen? Waarbij het gaat meer om religieuze, zingevende vragen. Ja, dat ligt heel erg in elkaars verlengde volgens mij. Ik maak nog steeds Future Affairs voor NRC, wat ook een podcastserie is daar. En dus ik hou me nog steeds bezig met de toekomst en met technologie, met systeemverandering. Alleen wat ik merkte, was dat er naast het journalistieke en feitelijke beschouwen van die systeemverandering en het kijken naar welke ideeën leveren er nou over een betere toekomst en andere technologieën, duurzaamheid misschien, was er ruimte voor echt wel wat diepere vragen die ook meer raken aan het persoonlijke. Want in een tijd van systeemverandering doemt vanzelf de vraag op, oké, hoe ziet een ander systeem er dan goed uit? Mm-hmm. En wat voor zingevingsvragen horen daarbij? Wat is een goed leven? Wat is een goed systeem? Hoe verhouden we ons tot de natuur? En dat zijn vragen die je denk ik met een traditionele journalistieke bril wat moeilijker kan beantwoorden dan vanuit die persoonlijke zoektocht die ik nu met Transcend ben begonnen. Ja, waarom zitten we wat jou betreft in een tijd van verandering van die systeemwereld, systemen die veranderen? Nou, ik denk dat de coronacrisis best wel een contrastvloeistof is geweest. Heel veel onderliggende ontwikkelingen zijn naar de oppervlakte gebracht, veel helderder geworden. En in die contrasten, daar is duidelijk wat systeemfalen naar boven gekomen. Ik denk dat zeker in Nederland en veel andere westerse landen we best wel ons zelfbeeld hebben moeten bijstellen. En dat onderliggende verhalen over hoe een samenleving functioneert, wat een goede economie is, behoorlijk onder druk zijn komen te staan. Dus dat levert een soort vacuüm op van verhalen en dus ook ruimte voor nieuwe verhalen. En als je die nieuwe verhalen wil gaan uitpluizen, wil uitzoeken, volgens mij moet je dan echt op de bodem beginnen. Want ja, je kunt het wel hebben over purpose en al die modewoorden, maar als je niet een paar laagjes dieper graaft over welke denkbeelden eronder die purpose zitten en welke filosofische vragen daaraan ten grondslag liggen, welke zingevende vragen daaraan ten grondslag liggen, dan kom je niet zo heel snel verder, denk ik. Als jij wat dieper graaft, wat zie jij dan zo globaal? Turbulentie, kanteling. Ik vind het wel mooi hoe jullie je kanaal voorheen hadden genoemd, voor de ommekeer. Ik denk dat je dat woordje voor de wel weg kunt halen. Ik denk dat inmiddels zoveel aan het schuiven is geraakt dat er behoorlijk wat turbulentie voor ons ligt. Het voelt ook een beetje als een vacuüm, merk ik. Dat, je merkt dat het oude niet meer goed functioneert op allerlei fronten. Maar dat het nieuwe ook nog niet helemaal klaar is voor de spotlight om het sokje over te nemen. En dat doet toch ook wel wat denken. Ik heb ook voor NRC wel met historici gesproken, bijvoorbeeld over de Roaring Twenties. De periode na de vorige grote pandemie van de Spaanse griep. Waarin dat ook gebeurde, waarin er ook een vacuüm van ideeën ontstond. Een ideeënstrijd. Dat was een periode waarin, we herinneren ons als een periode van feesten en drugs en seks en rock'n'roll. Maar het was een periode waarin jazz werd uitgevonden, waarin het surrealisme opkwam, waarin geëxperimenteerd werd met wilde ideeën zoals vrouwenkiesrecht. Echt een periode van herbezinning en het formuleren van de moderniteit. En ja. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we nu in een vergelijkbare fase zitten, dat die moderniteit, in ieder geval de neoliberale variant daarvan, onder druk staat, instabiel is, die bovenstroom die wiebelt. En er komen allerlei onderstromen op. En in die tijd van onderstroom is het dus ook interessant om weer eens naar wat diepere vragen te luisteren. Ja, nou valt mij op als ik jouw nieuwsbrief, die volg ik zelf ook. En dan valt het me op dat jij inderdaad in die onderstroom een aantal duidelijke thema's als het ware ziet. Hè? Een aantal grote ontwikkelingen die nog wat meer onderbelicht bleven. En die jij probeert een oppervlakte of in ieder geval te laten zien van jongens, dit is er gaande. Ja. Kan je eens een aantal van die ontwikkelingen
Ja, ik heb natuurlijk geen glazen bol. Ik heb inmiddels met Future Affairs ongeveer 20.000 lezers die mij ook heel erg voeden. Het is een community waar mensen ook aanhaken en eigen ideeën kunnen aandragen. Startups, mensen die boeken schrijven, mensen die een beetje contraire wetenschappers zitten er veel bij. Dus op die manier probeer ik te kijken, hey, wat zit er nou, wat broeit er nou in die onderstromen op en waar zijn nou die eerste zaadjes van het nieuwe verhaal te zien? En één thema viel mij de laatste tijd heel erg op. Ik weet niet of jij weet wat mycelium is. Dat heeft met schimmels te maken, toch? Ja. En met paddenstoelen en dergelijke. Precies. Ja, mycelium is het ondergrondse netwerk van schimmels waaruit paddenstoelen groeien. Ja. Je kunt het het beste vergelijken met dat schimmels zijn de appels die uit de boom van het mycelium groeien. Mycelium is het internet van de natuur. Bomen communiceren met elkaar via dat mycelium. Mm-hmm. Het heeft allerlei hele bijzondere eigenschappen zoals brandwerendheid, waterafstotendheid, bacteriën doodt het. En ineens, dat is helemaal niet nieuw. Dat zit al honderden miljoenen jaren in de grond en al tientallen, of wat is het, hoe lang bestaat de mensheid, al sinds het begin onder onze voeten. Aha. Alleen nu is er ineens sprake van een soort bizarre herontdekking van dat mycelium als bouwmateriaal. Allerlei start-ups zijn ermee aan het experimenteren om bijvoorbeeld levende materialen te maken. Modebedrijven maken er vegan leer van. Er verschijnen allemaal boeken over het internet van de natuur en Entangled Life. Waarom leent dat zich daarvoor? Welke gedachte zit erachter? Ja, wat ik er heel erg uithaal is een kanteling van het perspectief en een kanteling van het verhaal. Het oude verhaal draait toch heel erg over de afgescheidenheid van de natuur, draait om competitie. Het draait om ook superioriteit boven de natuur van de mensen. En nu dat oude verhaal aan het wiebelen is, blijkbaar gebeurt er iets waardoor we weer naar beneden kijken. Letterlijk onder onze voeten. En dan een heel ander verhaal zien, namelijk van onderlinge verbondenheid, van symbiose in plaats van concurrentie, van natuurlijke intelligentie in plaats van kunstmatige intelligentie. Die evolutie heeft natuurlijk in honderden miljoenen jaren veel meer intelligentie voortgebracht dan wij in ieder geval in deze generatie kunnen bijbenen. Mm-hmm. Dus wat ik zo interessant vind is dat iets wat al zo lang er is, ineens helemaal in de spotlight is gekomen en dat misschien ook wel een teken is van toch een ander verhaal wat op aan het borrelen is. En ik bedoel, het is niet het enige verhaal hoor, je hoeft maar internet te openen en je ziet een ideeënstrijd van heel andere verhalen die helemaal niet per se draaien om symbiose en connectie en verbondenheid en natuurlijkheid. Maar iets van dat nieuwe verhaal van regeneratie in plaats van exploitatie van de natuur, ja. Dat zie je wel heel veel opborrelen nu. Welke andere dingen zie je nog meer gebeuren? Het andere wat ik zie is een beetje meer meta. Dat is die ideeënoorlog. En die manifesteert zich heel erg op internet nu natuurlijk. Zeker nu we alles via schermen doen sinds de pandemie. En je ziet een soort meme-oorlog, een meme, ook reële meme-economie wel ontstaan. Van allerlei alternatieve verhalen, ook die complottheorieën, dat zijn natuurlijk niet per se theorieën over feiten, maar dat zijn theorieën over verhalen, over machtsverhoudingen, over wat rechtvaardig is, wie er onderdrukt wordt, wie er onderdrukt in zijn. Ja. En je ziet dat die online memes, die online verhalen, ook steeds meer zeggenschap krijgen, meer zeggenskracht krijgen in de echte wereld. Dat je een mooi recent voorbeeld is Elon Musk, die met zijn Dogecoin, eigenlijk een beetje een koers eigenlijk beheerst ongeveer. Ja, ja. Dogecoin eigenlijk als een soort bullshit cryptovaluta bedacht. Echt als een meme van kijk eens hoeveel rare cryptovaluta's er wel niet zijn. En wij voegen er nog eentje aan toe. Technisch heel weinig toepassingen, niet heel bruikbaar voor dingen. Maar die cryptovaluta is het laatste jaar door Elon Musk, door het verspreiden van allerlei memes en verhalen over die Dogecoin, helemaal gehyped. Ja. Waardoor de koers enorm steeg. En nu is die koers zo hoog dat Elon Musk onlangs heeft aangekondigd dat hij er een maanmissie mee gaat financieren. Dus wat dan begint als een online grapje en een meme, ja, dat manifesteert zich echt in de reële wereld, in de reële economie. En dat zie je ook in die Reddit-groepen die nu massaal aandelen kopen zoals GameStop. Mm-hmm. Ja, dat was een tijdje geleden ook in dat gesprek hierover gehad met Anna Grebenchikova, een analiste uit Londen die inderdaad, dat GameStop, daar zie je dat de invloed van
van dit soort Reddits en de Wall Street Bets en dat soort online fora inderdaad, steeds meer ook de reële economie en in de echte wereld, om het maar dat onderscheid aan te brengen. Ja, en dat is natuurlijk ook niet per se nieuw. Hè? We zien dit al heel lang in de politiek, hoe memes zich manifesteren op de stoep van het kapitool, om een voorbeeld te noemen. Maar het is nu gedemocratiseerd in zekere zin. Iedereen kan het oppakken. En dit is een beetje natte vingerwerk hoor, maar het is ook misschien wel een teken van die leegte van verhalen. Dat er zo behoefte is aan gedeelde mythes, gedeelde verhalen. Cryptovaluta's passen daar natuurlijk ook heel goed in. Een ander verhaal over een financieel stelsel, een maatschappelijk systeem. Ja. Een wereld zonder banken en zonder overheden die de dienst uitmaken. Dus ja. Die verhalenleegte, dat vacuüm zorgt voor die ideeënbotsing en ja, die manifesteert zich nu natuurlijk vooral via memes en op internet. Ja, dan zie je natuurlijk ook dat die dat idee van flame war en hoe het dat aan toe gaat en dergelijke waarheidsvinding op het internet, dat gaat natuurlijk net allemaal, is niet per se Karl Popper, maar dat gaat natuurlijk net allemaal even op een andere manier, zeg maar. Vaak ook met is het vrij genadeloos en heel, heel hard. Dat verontrust aan de ene kant mensen. Ik denk dat de opkomst van complottheorieën is denk ik ook iets wat veel mensen verontrust. Maar aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen, ja, het is precies diezelfde kracht die ook die democratisering ook van kennis, ja, opkomst van alternatieve kanalen, aan wijzelf, natuurlijk, ja, ook inderdaad een paar, ja, jaar geleden begonnen op YouTube, waarmee je ook probeert toch een tegenwicht te bieden, ja, en andere geluiden naar de oppervlakte kan laten komen. Nou, maar dat laat volgens mij die proliferatie van die theorieën en parallel het succes van platforms zoals dat van jullie, laat zien dat er dus blijkbaar ook in die bovenstroom, sommige mensen zouden het de mainstream noemen, toch wat aan het wiebelen, wat instabiel aan het worden is, waardoor er ruimte ontstaat voor iets nieuws en iets anders en ook soorten journalistiek die net vanuit een wat andere filosofische grondslag vertrekken, of andere blik hebben op feitenvergaring, of welke ideeën relevant zijn en welke niet. Ja. En ik denk op zich dat winst is. Dat houdt ook de bovenstroom scherp. Dat zorgt voor een veel rijker debat. Tegelijkertijd de invloed van algoritmes daarop. Ik bedoel, daar is natuurlijk ook al veel over verschenen. Die fabeltjes fuiken en de versterkende, ja, tendensen van algoritmes. En, ja, hoe groepsverschillen worden uitvergroot. En hoe sommige kanalen dus heel groot kunnen worden door zich helemaal te richten op één tribe, één geluid, zonder nog naar tegengeluiden te luisteren. Dat is denk ik iets wat wel heel gevaarlijk is. En wat ook wel parallellen heeft met die vorige jaren 20. Waarin er ook, die liepen niet goed af, zeg maar. Dus, nee. Dat is waar. Maar aan de andere kant zit het natuurlijk nu ook met heel veel andere ontwikkelingen. Ik denk die tribalisering die je beschrijft inderdaad, dat is zeker iets wat erbij hoort. Ik zie ook dat eigenlijk de rol van mensen die zich daarin begeven, ook in alternatieve kanalen of de alternatieve media, dat er veel, hoe zeg je dat? Ja, het is niet alleen maar een soort journalistieke rol. Het is ook echt een, het heeft misschien wel bijna iets dominee-achtig soms. Mm. Dat mensen echt zich binden, ja, aan, ja, die kijken aan bepaalde contentmakers, die ook, ja, die als het ware een soort curatoren voor hun fungeren. Want er is natuurlijk zoveel te vinden, dus je moet ergens natuurlijk onderscheidingen maken. Ja. En mensen binden zich dan ook echt aan bepaalde individuen. Ja. Waar ze steeds op zoek gaan naar van waar let jij op? En iemands oordeel als het ware daarin heel serieus nemen. Maar ook natuurlijk weer zo weg kunnen gaan. Maar dat past ook heel erg in zo'n crisis van zingeving. Hè? Als oude rituelen, oude structuren wegvallen, dan zoeken mensen toch houvast. En die houvast vind je inderdaad misschien wel het beste in individuen die je vertrouwt. Curatoren die de ideeën aandragen waarvan jij denkt van ja, daar zit wat in, of dat had ik elders nog niet gehoord. Ja. Dus dat verklaart het wel. 2 jaar geleden had ik een mooi interview gemaakt met mijn collega Ellen de Bruin, met wie ik een aantal psychiaters interviewde. Damian Denies, Dirk de Wachter, ja, en Paul Verhagen. Ook echte duiders, hè? Ja, ook bijna dominee-achtige. Bijna dominee-achtige. Die stonden, ja, toen het nog mocht, in volle zalen te prediken, letterlijk soms voor een kansel over de zinverleningscrisis, over, ja, de antwoorden daarop, over de noodzaak van lijden, over goed omgaan met lijden. Heel, heel traditioneel religieuze thema's eigenlijk. Mm-hmm. En je ziet het ook internationaal met iemand als Jordan Peterson, die een tijdje geleden, ja, helemaal opkwam. Ja. Die bieden een soort zekerheid en een vastomlijndheid en zijn in die zin ook een soort curatoren van ideeën over zingeving, waardoor ze blijkbaar zo'n snaar raken. En ik geloof heel erg in die rol van de curator, ja. En waarom zou dat zijn, wat jou betreft, want je had het ook over de ideeënstrijd, hè? En waarom
lijken mensen zich meer aan personen te binden nu dan rondom ideeën? Of is het meer dat die ideeën in bepaalde personen belichamen en dat mensen daar gewoon, dat door die zichtbaarheid van mee, je kan natuurlijk elke dag, kan je als contentmaker, kan je iets nieuws uploaden. Je kan elke dag al je gedachten die je hebt, kan je erop zetten. Dus je kan ook heel zichtbaar zijn, je kan het ook heel persoonlijk maken. Het heeft ook wel iets met deze tijd misschien te maken. De sociale media zijn natuurlijk ook wel een beetje ego-machines. Daar gedijen individuen en ego's beter dan breed gedragen ideeën of hele complexe structuren van zingeving. Veel hangt daar nou eenmaal op personen. En dat is tegelijkertijd ook wel een valkuil, denk ik, hoor, van deze tijd. En, wat bedoel je? De toegespitstheid op individuen, op sterke mannen, op mensen die dan houvast bieden in de woelige baren. En dat maakt dat soort curatoren, dat soort dominees of in sommige gevallen die sterke leiders ook wel heel felbaar. Dat zijn ook maar gewoon mensen. Dus als zij grote groepen volgelingen krijgen die blind achter ze aanlopen. Ja, we hebben ook wel gezien in de geschiedenis hoe dat kan misgaan. Ja, zeker. En voor mij, je hoeft natuurlijk niet eens in de geschiedenis te kijken om te zien wat daar ook de perverse kant van is. Inderdaad, ik zie dat ook wel veel online. Dat je natuurlijk, dat je echt dat is die fabeltjesfuik, hè, denk ik. Waarbij je dan ook iemand hebt die inderdaad met een achterban, die ook helemaal gelooft in dat geluid. En dat gaat elkaar natuurlijk ook alleen maar versterken. Ja. Natuurlijk met name op YouTube is dat, als je een kanaal inderdaad opricht en een geluid uitdraagt, dan krijg je ook, je publiek krijgt een verwachting. Dus dat wil je ook proberen te voeden op een gegeven moment. Ja. Je gaat natuurlijk ook in mee. Maar het is een tijd van sectes ook. Hè? Dat is ook zo zichtbaar online. Al die tribes, al die sectarische geluiden die ook andere geluiden buitensluiten. Behoorlijk kunnen vervallen in extremisme. Dus het is een ideeënstrijd die heel veel kan opleveren. En er zit ook zeker waarde in wat die curatoren brengen en wat die dominees brengen, die nieuwe digitale dominees brengen. Alleen, het is denk ik wel goed om je ervan bewust te zijn dat het dus een oorlog is van ideeën en dat oorlogen ook wel eens kunnen ontsporen in hele enge dingen. Ja, ik ben wel. Jij wijst een aantal keer nu ook op de zorgen die je hebt wat dat betreft, daaromheen. Wat zeker de negatieve kanten van die dynamiek ook kunnen zijn. Waar komen die, wat zijn die zorgen bij jou precies? Nou, wat ik nu heel erg zie is dat we misschien onszelf weer een beetje in slaap laten sussen door de grote klap die we hebben overleefd als samenleving. De coronaklap. Ja, de coronaklap. Er zijn minder bedrijven failliet gegaan in de coronacrisis dan in alle jaren daarvoor. Ja. Dus nou, lekker bezig. We hebben het overleefd. We kunnen weer volop straks in het soort van nieuwe, oude, normaal. We hoeven niet zo heel veel te veranderen. En we kunnen gewoon door op deze manier. Maar volgens mij miskennen we dan dat een heel deel van het oude systeem met allerlei kunst en vliegwerk omhoog is gehouden. Soms letterlijk omhoog in de lucht is gehouden. Zoals KLM, dat soort bedrijven. Bedrijven als Booking.com die er dan misbruik van maken. Volgens mij zijn dat symptomen dat dat oude systeem, wat misschien eigenlijk voor een deel meer had moeten afbrokkelen door zo'n schok, nog staat. Ja. En dat dat oude fossiele systeem misschien ook wel vernieuwing tegengaat. En nou ja, in zo'n ideeënstrijd heb je vernieuwing nodig. Heb je zuurstof nodig ook voor nieuwe ideeën. En daar kan het misschien wel aan ontbreken, waardoor nou ja, die turbulentie op termijn alleen maar wordt uitgesteld eigenlijk. En dat de echte klap dus nog moet komen. Ja, nou daarmee zou ik in mijn eigen woorden zeggen, onderschrijf je ook een beetje de stellingname van bijvoorbeeld zo'n Damien de Nies of een Dirk de Wachter, die inderdaad ook wijzen op verschillende facetten natuurlijk, maar waar het grosso modo op neerkomt is een soort zingevingscrisis, een leegte van een individualistisch consumentisme als het ware. Ja. En jij maakt je zorgen dat we dit moment niet aangrijpen om daar verandering in aan te brengen. Kijk, je ziet in die onderstroom wel duidelijk verschuivingen. Alleen al dat regeneratieve denken in plaats van het extractieve denken, dat is echt in opkomst. Nog niet in de mainstream, maar dat is echt in een exponentieel tempo aan het ontwikkelen. Dus dat is op zich heel veelbelovend. Iets waar ik met een beetje gemengde gevoelens naar kijk, maar ook wel met veel interesse, is bijvoorbeeld de beweging rondom psychedelica. Er is bijna geen millennial meer bij een bank of verzekeraar die niet eens een keertje een ayahuasca. Beetje microdosen, ayahuasca. Ja. Bij startups allemaal microdosing. Op de beurs is het een hype. In onderzoek is er een soort renaissance van onderzoek naar psychedelica en de effecten op depressies en mentale gesteldheid. Ik vind het heel interessant omdat het middelen zijn die je letterlijk in een ander bewustzijn kunnen brengen. En dus misschien voor veel mensen net een poortje kunnen openen. De Doors of Perception van Aldous Huxley naar de noodzaak van systeemverandering. Het biedt blijkbaar ook mensen houvast in die rituelen. Ik bedoel dat je met een sjamaan al chantend in een groep, in een bepaald ritueel ayahuasca gebruikt. En helemaal omkleed met bijna neo-shamanistische rituelen en ideeën.
laat wel zien hoe hongerig veel mensen zijn naar dat soort structuren. En misschien kunnen dat soort rituelen weer een soort van nieuwe zingeving bieden. Ja. Maar het zegt ook wel iets over deze tijd, dat er dus blijkbaar zo'n paardenmiddel nodig is om die geest te openen, om uit die structuren te breken, om die patronen los te laten. Daar heb ik ook wel een beetje het idee dat als je dat de verhalen hoort over dat, en ik heb het een beetje van dichtbij meegemaakt inderdaad, bij Durf Kapitaal, dat dan daar wordt gemicrodosed. Dat wordt natuurlijk ook heel erg juist in die orde ondergebracht waar je nu juist je zorgen om maakt. Want het wordt heel erg ingezet als een instrument. Om als quick fix. Ja, als quick fix, maar ook om creatieve ideeën te komen die dan vervolgens weer uitgewerkt kunnen worden. Ja, maar ik ben op zich wel daar weer vrij optimistisch over. Ik heb daar laatst ook een serie artikelen over gemaakt voor NRC. Veel mensen gesproken in het onderzoek. Mensen die het gebruiken, mensen die ook naar die ceremonies gaan, mensen die gewoon er middenin zitten. En wat daar opvalt is één rode draad door wat mensen zeggen die die middelen hebben gebruikt, is dat ze echt een diepere verbondenheid voelen met de natuur. En dat blijkt ook uit allerlei studies, dat na psychedelica gebruik mensen echt blijvend andere opvattingen hebben over hun verhouding tot de natuur, dat ze meer verbondenheid voelen met anderen, meer verbondenheid voelen met hun eigen emoties en innerlijke leven. Hm. Ik zit hier niet reclame te maken om allemaal lekker aan de ayahuasca te gaan, maar ik denk dat mensen nu wel heel erg overtuigd zijn. Nu, ik zou nog even wachten. Maar ayahuasca is overigens wel heel heftig, hè? Dat is wel even wat anders. Ja, ik heb het nooit gedaan, maar het schijnt heel heftig te zijn. Maar de renaissance in het onderzoek ernaar zorgt voor een groeiende literatuur dat er wel degelijk ook best positieve effecten zijn te verwachten. Als veel mensen die middelen gaan gebruiken, dat we dan misschien daadwerkelijk in een wat hoger bewustzijnsniveau terecht kunnen komen. Ja. Tegelijkertijd zie je dat die beloftes ook niet nieuw zijn. Die waren natuurlijk in de jaren 70 ook volop. Rondom de New Age en Summer of Love. Nou, daar waren ze ook niet vies van een LSD-tripje. Maar wat er met de babyboomers toen is gebeurd. Toen ze eenmaal uit de 20e jaren zijn gekomen. Toen moesten ze toch aan het werk. Ja, nou ja, en die jaren 70 na de Summer of Love, die eindigde in de jaren 80 van Greed is Good en no Future. Dus een new wave. Ook daar weer niet al te groot optimisme en niet al te blinde naïviteit of zo. Maar je ziet in ieder geval in de onderstroom wel weer vergelijkbare bewegingen op gang komen als in de jaren 20 van de vorige eeuw, als in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw. Mm-hmm. Ook bewegingen die ontstonden in een tijd van omwentelingen, in een tijd waarin oude structuren niet meer goed werkten, waarin oude zingevingsverhalen niet meer goed werkten. Ja. Waarin ook de oude ideeën hadden gefaald op het slagveld. Nou ja, als je corona in de strijdenmetafoor en in de oorlogsmetafoor wil gooien, dan hebben de heersende verhalen toch ook best wel op dit huidige slagveld voor een deel gefaald. Hoe verhoudt die psychedelica en die microdosing zich nou tot die zingevingsthematiek, tot de zingevingscrisis wat jou betreft? Nou, het is een zoektocht naar die zingeving die eindigt voor veel mensen, of misschien begint die voor veel mensen bij zo'n trip. Maar omdat het individu niet genoeg is, omdat je aan jezelf, dat mensen te merken dat ze te veel in zichzelf opgesloten zitten, dat ze te atomair leven. Wat psychedelica doen als je de literatuur erop naslaat, is dat ze met name patronen doorbreken. Dus patronen in je hoofd en patronen in je gedrag. En, vastgesleten paadjes in je hoofd, dat die weer vrijmaken, zodat je weer vers kunt denken en zodat je ook weer op een andere manier je kunt verbinden tot anderen en de natuur. Okay. En die belofte, het is niet zo gek dat die aanslaat, denk ik, omdat veel mensen, dat blijkt uit alle burn-out-cijfers en die zingevingscrisis waar die psychiaters het over hebben, blijkbaar vastzit in bepaalde patronen waarvan ze wel aanvoelen dat het niet lekker loopt. Dat het schade oplevert voor zichzelf, voor anderen, voor de natuur. Ja. En dat we toch massaal een beetje zoeken naar uitwegen. En dit is dan een hele makkelijk snelle uitweg die misschien wat verlichting kan bieden. Ik vind wel, ik zie ook een lijntje denk ik met, als je het hebt over die oude patronen inderdaad. Hè? Je begon natuurlijk ook al te spreken over dat we nu in een moment van kanteling zitten, waarbij we wel enig. We weten niet precies wat het nieuwe verhaal gaat worden, maar we zijn heel erg op zoek naar nieuwe verhalen. Ja. We weten in ieder geval wel dat het oude ideeën, de oude systemen, of je dat nou de neoliberale systeemwereld noemt of de atomaire samenleving, dat in ieder geval voor veel mensen heeft dat niet meer een soort spirituele lading waarmee ze de wereld ingaan en waarmee ze hun leven kunnen leiden. Nee. Dus dat verliest dan zijn zingeving, letterlijk zijn aantrekkingskracht, zijn aansprekelijkheid. Ja. Maar hoe zouden we nou dan
Kijk, ik denk dat je met die psychedelica, geeft dat aan dat we daar echt naar op zoek zijn, naar die nieuwe verhalen. Ja. Maar hoe? Nou, er zit ook nog wel een interessant draadje misschien naar het mycelium, via de psychedelica weer. Dit is misschien te ver gezocht hoor, maar veel psychedelica zijn schimmels. Of worden gewonnen uit schimmels. Zijn schimmelextracten, schimmelmoleculen. En er zit dus iets in die schimmels, wat dus blijkbaar heel erg aantrekt. En wat een beetje de blikken opent weer voor een nieuw perspectief. Voor letterlijk bewustzijnsverruiming. Dus het is een interessante tijd. En dat mycelium, dat ondergrondse netwerk, dat vind ik heel symbolisch voor nu. Omdat het aan zoveel dingen raakt. Het is eigenlijk als een soort, een hele sterke metafoor wat dat betreft. Ja, het is een kanteling van het perspectief. Het is natuurlijke intelligentie in plaats van kunstmatige intelligentie. Die schimmelnetwerken die maken letterlijk soms dingen die ons de geest openen. Mm-hmm. Dus het is een heel passende metafoor voor de tijd waarin we zitten, denk ik. Mm. Hoe zie jij nou jouw rol als, je bent journalist. Hoe zie jij jouw rol hierin? We hadden het net even over de ideeënstrijd ook op het internet. We hadden het over de zogenaamde opkomst van dominees, van personen waarin ideeën belichaamd zijn, waar mensen zich aan curatoren en dergelijke. Ja, met jouw nieuwsbrief ben je natuurlijk eigenlijk ook zo'n curator waarin tienduizenden mensen in ieder geval zeggen van Wouter, hè, hoe jij naar de dingen kijkt en de informatie die jij verzamelt, dat vind ik interessant. Daar wil ik graag meer van weten. Ja, maar ik ben een beetje een rare journalist wat dat betreft. Ik ben niet een standaard onderzoeksjournalist die tegels ligt, die schandalen blootlegt, die bovenop het allerlaatste nieuws zit. Ja. Ik zie mezelf ook echt meer als een soort curator van ideeën, omdat ik denk dat ook heel interessant en relevant is in deze tijd. En omdat het een rol is die mij past. Dat ik het leuk vind om veel te lezen, om veel met mensen te praten, om veel podcasts te luisteren. Ja. En als een soort enthousiast hondje met een bot in mijn mond daarmee naar mijn lezers terug te komen en te laten zien van kijk wat ik weer heb gevonden. Dat is wat ik het leukste vind om te doen. En ik vind dat ook een van de beste manieren om zelf die tijdsgeest wat beter te leren begrijpen. Ik ben een soort eeuwige student, probeer ik altijd te blijven. En dit is de manier om heel veel online hoorcolleges en echte hoorcolleges van super slimme mensen te krijgen over hoe zit het nou? Ja, ik wil nog even toe naar een aantal andere ontwikkelingen die we daar ook in zien. Denk bijvoorbeeld aan de vraag is natuurlijk ook hierin, hoe kan je als je hierin wil handhaven en je wil als persoon hiermee beginnen, je wil hiermee. Je hebt natuurlijk, je zit bij NRC, dat is dan duidelijk. Ja. Maar als je hoe kijk je bijvoorbeeld aan tegen dingen zoals Substack of tegen andere verdienmodellen die je daaromheen nu ziet gebeuren? Ja, waarbij mensen hun eigen zich de broek ook op kunnen houden hiermee. Dat is super interessant. Je ziet ook dat in de VS al behoorlijk wat mensen bijvoorbeeld die een vast contract hadden bij de New York Times, drievoudige verdienen nu, omdat ze via Substack direct aan hun abonnees digitaal geld kunnen vragen. Ja. Natuurlijk gluur ik daar ook wel eens naar. En ik vind het een interessant model, omdat het in potentie kan het onafhankelijke stemmen in het debat makkelijker toegankelijk maken en ook nog onafhankelijker maken van andere poortwachters. Ik stel me wel de vraag of het nou voor de wereld, of laten we het dan alleen op Nederland betrekken, of het dan beter is dat alle goede journalisten via een Amerikaans nieuwsbrievenplatform zich laten betalen en als geatomiseerde individuen die journalistiek bedrijven. Ja. Of dat het beter zou zijn dat toch die kwaliteitsjournalistiek bij kranten en weekbladen en misschien nieuwe opkomende platforms wat structureler wordt gefinancierd en betaald. Omdat de aard van dat journalistieke werk is wel heel belangrijk. En niet alle soort journalistiek leent zich goed voor Substack. Ja. Toevallig het soort journalistiek wat ik doe, het verzamelen van ideeën en daar een strik omheen doen en het in een leuk pakketje naar lezers sturen, dat is een vorm die zich daar goed voor leent. Maar ja, diepgravende onderzoeksjournalistiek of het blootleggen van echt falen van de overheid in de coronacrisis, zoals mijn collega's Dirk Stokmans en Mark Lieves en Adriaanse hebben gedaan, dat kan je daar niet mee doen, denk ik. Ja, het is natuurlijk ook heel wat anders als jij inderdaad journalistiek bedrijft in je eentje als geatomiseerd individu op Substack en je hebt daar je eigen verzamelaars. Of je doet het inderdaad binnen een instituut of in ieder geval binnen een context waarmee je ook met anderen daarmee bezig bent. Nou, volgens mij probeert Substack dat wel steeds meer te worden. Hebben ze ook voor de mensen, ik geef mijn Transcend nieuwsbrief gratis uit, wel via Substack, maar ik krijg allemaal mailtjes van join the writers community. Ik denk wel dat ze proberen daar ook een soort journalistieke en meer
gemeenschappelijke taakinvulling aan te geven. Maar goed, het blijft een Amerikaans internetplatform dat optimaliseert voor kliks en aandacht. En dat zorgt dus wel voor enig wantrouwen bij mij. Kijk, tegelijkertijd denk ik dat het heel veel kansen biedt. Want je ziet ook dat Twitter richting die betalingsmodellen gaat. Dat je betaalde tweets krijgt. Spotify gaat inzetten op betaalde podcasts. Dus dat maakt de mogelijkheden voor individuele makers, onafhankelijke denkers, natuurlijk wel veel groter dan dat ze ooit zijn geweest. En dat lijkt me op zich winst. Als je mensen ziet in de VS zoals Sam Harris of zo. Nou ja, doe mij 100 Sam Harrissen die allemaal via Substack en betaalde podcasts hun ideeën aanbieden. Ja. En ik ben erbij. Ja, dat lijkt je wel wat. Ja, nou ja, in ieder geval voor mijn type informatie dieet zou dat heel goed zijn. Ja. Wederom, voor het echte, het controlerende werk van de onderzoeksjournalist is het minder bruikbaar. Ja, nou ja, dan heb je het over dieet. Dat zeg je alweer bijna dat je inderdaad ook een overzicht hebt van. Je weet ook dat dit wat je nu eet, dat het een onderdeel is van een groter geheel. Je eet nu even een keertje een dagje slecht of wat dan ook, maar je weet, het is een dieet, dus vandaag even mijn zondag dagje en daarna dan substekje. Precies, ja. En daarna ga ik weer door. Maar tegelijkertijd is denk ik ook het spannende aan die ideeënstrijd of die ontwikkelingen in, waarbij je een heel duidelijke scheidslijn meer krijgt tussen de ene kant wat dan de traditionele media worden genoemd, de outlets, en de andere kant de nieuwe alternatieve kanalen online. Ja. Zit die spanning die erin zit rondom de nieuwe curatoren en dergelijke, ja, is tegelijkertijd ook, baart ook wel zorgen over inderdaad, hebben we het hier nog wel over een dieet? Ja. Of zien we ook niet nu, vooral ook tijdens corona, dat mensen echt helemaal ondergedompeld kunnen raken, ja, en in de ban kunnen raken van bepaalde... Ja, maar daar zit natuurlijk de wijsheid in, ook weer het integreren. Waarom zouden klassieke nieuwsorganisaties niet ook meer samen kunnen werken met opkomende stemmen op Substack of in podcasts? Of met podia zoals jullie. Journalistiek heeft grote valkuilen, maar heeft ook echt wel grote meerwaarde. En ook grote meerwaarde bewezen, denk ik, in de coronacrisis. En als je journalistiek meer ziet als een soort technologische standaard haast, als een algoritme wat je kunt toepassen op kennisverzameling en op het ontleden van feiten, ja, dan zou je dat veel breder kunnen toepassen dan binnen de muren van een krant of een weekblad of een NOS-journaal. Ja, dan is het natuurlijk ook zo, mensen zoeken natuurlijk een hel ook ergens buiten die buiten de traditionele media, denk ik. Omdat ze zien dat, ze hebben in ieder geval het gevoel dat, dat wat daar aan de orde komt, ja, dat het niet alles is waar ze naar op zoek zijn. Nee. En dat zie je toch wel, maar dat is niet alleen maar een kwestie van aanvulling soms ook. En dat zie ik wel ook in veel alternatieve kanalen. Het is, je gaat ook soms echt haaks opstaan. Dus het is niet alleen maar een aanvulling voor wat je ergens anders hebt. Het gaat op elkaar ook uitsluiten. Het wordt ook steeds antagonistischer eigenlijk. Nou, kijk, er lopen twee dingen misschien een beetje door elkaar. Er kan natuurlijk, het kan, en ik denk dat het zo is, dat het reëel is dat er in de bovenstroom van de pers, dus de kwaliteitsmedia in algemene zin, dat daar sommige tegengeluiden misschien soms niet genoeg een podium geboden wordt. En dat er selectiecriteria zijn die echt radicale nieuwe geluiden op een achterstand zet. Waardoor er ruimte ontstaat voor alternatieve kanalen die andere geluiden bieden. De tegenstelling en het contraire van veel kanalen die dus zeggen alles wat de mainstream media doen is fout en wat wij doen dat is de enige echte waarheid. Ja. Volgens mij is dat veel meer de dynamiek van hoe internet functioneert. Het is eigenlijk het goedkope trucje inderdaad. Hè? Altijd de contraire mening pakken en dat gewoon uitvergroten. Ja. En van kijk eens wat je allemaal over het hoofd ziet. En, ja, een Nederlandse hoogleraar, Roland van der Vorst, heeft daar ook een interessant boekje over geschreven. Contrarian Branding. Over hoe je in een zee van overvloed van informatie alleen nog maar kan opvallen als je ergens heel direct tegen afzet. Heel contrair. Dus nou ja, dat zie je ook met de al wat oudere platforms zoals De Correspondent. Tegen de waan van de dag. En als je het echte nieuws volgt, dan ben je slechter op de hoogte dan als je helemaal geen nieuws volgt. Ja. Omdat het altijd de afwijking zoekt. Dat is natuurlijk ook heel contrair gebrand, heel slim. Maar het is de vraag hoe ver je daarmee de samenleving brengt. Omdat je uiteindelijk, denk ik, een stuk verder komt door perspectieven te integreren en van elkaar te leren en naar elkaar te luisteren. Hoe tuttig dat misschien ook klinkt in deze tijd, maar dat is toch wel belangrijk. Ja, daar hebben we natuurlijk al een paar keer gehad ook over die tribalisering van de alternatieve media. Maar tegelijkertijd denk ik ook, volgens mij heeft
is dat niet alleen maar een eenzijdige beweging. Je ziet ook dat de kwaliteitsmedia, zoals jij het noemt, de traditionele media, dat daarvan ook voor veel meer mensen steeds meer idee van uitgaat van, ja, dat is eigenlijk ook een eigen tribe. Hè? Maar is dat jou? NRC is natuurlijk ook gewoon een tribe. Dat is natuurlijk helemaal geen hoge wiskunde om dat vast te stellen. Als je met NRC 230 mensen, volgens mij bij de NOS-redactie werken er iets van 400. Natuurlijk is dat een selectie van mensen. En treedt daar groepsdenken op? Ja. En is dat niet een perfecte afspiegeling van de samenleving? Zijn er allerlei blinde vlekken? Dus volgens mij is het juist heel verstandig om media zo te beschouwen. Dat inderdaad, er zijn ambachtelijke tools en gereedschapjes die journalisten gebruiken om tot hun producten te komen. Die in sommige gevallen denk ik beter zijn dan het research doen even snel flinkflans op internet. Mm-hmm. Maar dat daar blinde vlekken in zitten, ja, dat hebben we toch ook het afgelopen jaar echt wel gezien. Ja, zeker. Ja, en natuurlijk ook dat daarmee het landschap, wat voorheen misschien wat overzichtelijker was, nu ook gewoon steeds meer divers wordt en diffuser wordt. Dat mensen op heel verschillende manieren steeds meer media gaan consumeren. Dat aan de ene kant die makers, de curatoren op online, die kunnen bijna elke dag nu natuurlijk dingen online zetten. Dat zie je ook. Mensen keren daar heel erg veel naar terug. Dat brengt natuurlijk ook, het is wel echt een democratisering van het internet. Dat we natuurlijk eigenlijk al wel wisten waar het bestond. Maar wat ik denk dat je tijdens corona echt heel erg veel hebt gezien, omdat er heel veel nieuwe stemmen omhoog zijn gekomen. Ja, maar ik ben ook best wel optimistischer geworden over de staat van het internet sinds corona en sinds de opkomst van podcasts. Waarom? Ik schreef voorheen vooral over de grote tech-platforms en de macht van Facebook. Was je een soort Luddite-achtige? Bijna een beetje dat spoor. Ik heb in 2017 een boekje geschreven met de titel Is daar iemand? Over hoe de smartphone ons leven beheerst en over hoe die techreuzen polariserend werken, onze autonomie afnemen. Ja. Dat was heel lang het spoor waar ik zelf op zat en waar ik me grote zorgen over maakte. Door die aandachtseconomie, door het optimaliseren van kliks en het steeds verder lokken van mensen in fabeltjes fuiken en het omringen van mensen in hun eigen echokamers van het eigen gelijk. Mm-hmm. En je ziet nu dat die beweging is er nog steeds en is nog steeds in grote mate zorgwekkend, denk ik. Maar je ziet ook weer in die onderstroom, nu podcasts ontstaan, substacks ontstaan, waarin mensen echt zeldzaam de diepte ingaan. Waarbij je gewoon letterlijk elke week met de slimste denkers van de wereld kan aanzitten om eventjes de wereld te analyseren en andere geluiden te horen dan die in de New York Times of in de NRC staan. En dat lijkt mij pure winst. Ja, nou wordt het natuurlijk een stuk interessanter als dit soort thema's, als het zo een beetje echt afgebakend is, zoals je noemde dat, als je als maker ook presenteert en dat je een soort curator bent of de rol die jij jezelf toedicht, je zegt als een soort blij hond, dan kom ik terug bij mijn lezers en dan heb ik een aantal mooie nieuwe dingen voor ze en ik luister ook weer naar hen en neem ik weer mee terug, zeg maar. Ja. Dan ben je natuurlijk echt vanuit een soort professionele hoedanigheid ben je ermee bezig. Ja. Maar ik zie toch ook dat veel van die figuren die opkomen, dat die door de gevestigde, hoe zeg je dat, orde heen breken als het ware. Ze zijn niet alleen maar ook journalisten. Je hebt natuurlijk ook mensen die, kijk bijvoorbeeld naar inderdaad wat Thierry Baudet natuurlijk beoogt met zijn politieke partij. Dus hij wil een heel forumland maken. Ja. En dat is denk ik iets wat je, dat is dan een hele echt een overdreven ambitie in die zin. Hè, maar je ziet heel veel nieuwe makers die ook alleen maar hun verslaggevende of hun journalistieke rol niet zo zien, maar het ook echt breder oppakken. Dus ook echt een veel meer andere rollen gaan innemen bij mensen dan in het leven. Maar daar zie je ook die honger naar verhalen. En daar zie je misschien ook hoe gevoelig de samenleving op dit moment is voor rattenvangers. Hmm. Voor mensen die dan met een fluitje toch misschien niet altijd met de beste intenties. Misschien wel. Is die gewoon misguided. Ook hele zwermen mensen achter zich aankrijgen. En met een alternatief verhaal. Wat in sommige gevallen gewoon echt niet gebaseerd is op feiten. Ook heel veel aandacht en een realiteitsscheppende kracht achter zich te krijgen. Ja. Is die bubbelvorming, is dat een vorm van terugkeer naar zuilen? Ik denk dat het erger is dan verzuiling. Omdat in de tijd van verzuiling was het in ieder geval nog zo dat de toppen van die zuilen, in Nederland in elk geval, in georganiseerd verband heel veel overleg met elkaar hadden. Veel met elkaar praten, veel overlegden. De katholieken en de protestanten die konden elkaar niet luchten of zien op school of op het voetbalveld. Maar die
directeuren van de scholen en de directeuren van voetbalverenigingen en de politici, die praten in ieder geval met elkaar. En in die nieuwe digitale verzuiling ontbreekt die overlegstructuur. Is het alleen maar zwermen? Zijn het alleen maar sectes die blind geloven in een bepaald nieuw zingevend verhaal? Wat ook contrair is gebrand ten opzichte van al die andere verhalen, waardoor alle dialoog een beetje verloren lijkt te gaan. En daarmee het mycelium onder de samenleving ondermijnt. Ja, juist door op dat contraire te zitten inderdaad, als onderscheidende. Het is allemaal in zwermen, het is allemaal losvast, het is allemaal gebaseerd op memes en verhalen en het hangt sterk op ego's. En dat zorgt er natuurlijk voor dat het ook dat die verbindende structuren wat moeilijker tot stand komen, denk ik. Tot slot, met jouw nieuwe nieuwsbrief Transcend, waarmee je ook probeert om in ieder geval die verhalen, die zingevingsverhalen die er rondgaan en ontwikkelingen daarin naar de oppervlakte te brengen. Wat vind je nou heel spannend om in de gaten te houden? Wat ik de laatste tijd merk is dat mijn blik wat aan het kantelen is naar oude bronnen. De laatste tijd heb ik heel erg gezeten op nieuwe wetenschap, dus van kwantumfysica tot neurowetenschap tot psychologische wetenschap over wat weten we nou over wat mensen gelukkig maakt, wat een zinvol leven geeft. En ik kwam er gewoon steeds meer achter dat heel veel van die wijsheden, die staan al lang in oude boeken en al lang in oude tradities. Dus ik ben me de laatste tijd wat meer aan het richten en ook wat meer lezersvragen aan het uitzetten van welke oude bronnen moet ik nou hebben? En waar staat nou de wijsheid, de oude wijsheid voor deze nieuwe tijd al het helderst in beschreven? Nog een tip voor mensen? De Tao. De Tao. Ja, nou ja. Het zelf helemaal uit? Het is een heel dun boekje. Ja, de Tao Te Ching dan in elk geval. Ja. Je hebt een hele mooie vertaling van Stephen Mitchell. Engelse vertaling. Ik heb zelden een boekje gehad waar ik zoveel in heb zitten vouwen en markeren. Omdat het gewoon toevallig misschien ook de positie waarin ik nu zelf in mijn persoonlijke leven zit. Maar het resoneert enorm bij mij de wijsheden over het meegaan met de stroom van het leven. Dat is de Tao, de stroom. Ook wat kosmologische opvattingen die in de Tao staan over de aard van bijvoorbeeld bewustzijn. Dat zijn thema's waar ik de laatste tijd heel veel mee bezig ben en die heel erg terugkomen in die Tao. En daar zitten wijsheden in over compassie, over de simpelheid van het leven, over meebewegen met wat er is. Die mij wel heel goed passen in deze tijdsgeest. Heel interessant. Ik denk als je dat even wilt laten marineren, dan moeten we zeker nog maar eens een keertje verder over praten. Ja, leuk. Bedankt voor nu in ieder geval, Wouter. Graag gedaan. Beste kijker van De Nieuwe Wereld, geniet je ook van onze uitzendingen? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Zo ontvang je altijd als eerste onze nieuwste uitzendingen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.